Raadsel. Ja. Raadsel. Raadselbakje. Raadsel. Het keur in de middag. Raadsel. Raadsel. Ja. Bakje. Ja. Waarom viel mijn beste vriendin van de schommel? Antwoord zo meteen op minuutje 20. Een hele leuke meid. Trouwens, een vriend van mij. Ja. Even leuk op de vertel eens over die vriend van jou. Die is recentelijk getrouwd opnieuw. Met voor de tweede keer. Hij is maar liefst 87. Oh. Ja, dus ja, maar hij gaat toch even langs de huisarts om even wat Viagra te halen. Toen, nou, zegt de dokter, waarom bent u zo blij? Zegt nou, ik ga opnieuw trouwen en dat meisje is pas 19. Och, echt waar? En hij is 87, dat kan dat toch niet? Dat is schandalig. Nee, dat zou je wel zeggen. Toen zei die dokter nog, past u daar wel een klein beetje voor op? Ja. Want ja, seks in bed, ja, dan krijg je op een gegeven moment toch wel dodelijke ongelukken van. Ja. Maar op die vriend van 87, dan trouw ik toch opnieuw? Dus ja, dat is natuurlijk. Dat kan toch niet? Nee. Oké, daar komt de raadseltje. Het raadseltje was, ging over een vriendin van mij. Ja. Die is al dik in de 30. Lisa. Lisa. Ja. Lisa zat op de schommel. Op de schommel, ja. Ze ging heen en weer. Mm-hmm. En toen viel ze van de schommel. Ach, meteen. Ja, weet je hoe dat komt? Nee. Nou, Lisa, dat weten weinig mensen, is geboren zonder armen. Ach, ja, dus dan nogal logisch dat je dan, als je geen armen hebt... Dat is moeilijk schommelen. Dat is dan ontzettend moeilijk schommelen. Ja, ja. Oei. Wie belt daar nou aan? Nou, is in ieder geval niet Lisa. Nee, dat is van de armen, is een beetje lastig natuurlijk. Danny Bessers, wat lijkt dit op? Nou, heel eerlijk, het looks like... It's beginning to look a lot like Christmas. De spreuk van vandaag. Als echtparen, echtparen, hebben echtgenoten, echtgenoten. Zou echtgenoten de verleden tijd zijn van echt genieten? Ja, dat denk ik wel, ja. Kan ook, hè? Ja, jij bent er alles van. Einde van deze show. Wij willen Lex en Nick. Dag Nick. En Marcel en ik. We wensen iedereen die nu luistert een prachtig 2021. Hey, einde van de show. We gaan er maar door. Alles bij elkaar moet ik zeggen. Is het wel weer mooi geweest? We gaan even bellen met Ip Haarsma. Is het gezellig thuis? En dat mag.